Hoi en welkom bij een nieuw filmpje van ipikids.nl. Vandaag gaan we een legging maken zonder patroon. Hetgene wat je daarvoor nodig hebt is stof, papier. Ik gebruik hiervoor gewoon A4 papier, maar je kunt ook patroonpapier voor gebruiken. Een legging in de gewenste maat, plakband, een papierschaar, een stofschaar en een pen. En natuurlijk naald en draad en je naaimachine. Ik heb de 4 papiertjes aan elkaar geplakt en een legging dubbel gevouwen. Ik heb de achterkant, dus waar het kontje zit, heb ik naar de buitenkant toe gevouwen. Dat is makkelijker om straks af te tekenen. En dat doen we als volgt. Zorg ervoor dat de legging ongeveer in het midden ligt. En dan gaan we eerst de voorkant aftekenen. En dat doen we door ongeveer langs de legging heen te tekenen. Teken ook de binnennaad wel, want daar vouw je hem straks namelijk naar de andere kant toe. Deze ook. Zorg dat je goed deze hoek aftekent, die is namelijk echt belangrijk. En hier ook de binnenkant aftekenen. Dan vouw ik hem dus precies zoals hij lag naar de buitenkant. En bij deze teken je ongeveer een centimeter van het patroon af. Nu heb je natuurlijk de onderkant ook een centimeter langer gedaan, maar die trek je door, zoals je kunt zien. Dus die trek je gelijk naar de lengte. Mocht je kind wat kleinere beentjes hebben, hou dan die bovenste aan. Bij de bovenkant van het patroon is het zo dat dit is de achterkant, dus waar we een centimeter hebben verlengd. Die is de achterkant en die is altijd een stukje hoger dan de voorkant. Dus zorg ervoor dat die geleidelijk aan omhoog loopt. De stof vouwen we dubbel, zoals je hier kunt zien. Let er wel goed op dat hij precies bij de stofrand zit. En omdat we het patroon zonder naadwaarde hebben getekend, voeg je hier overal 1 centimeter toe bij het knippen. Mocht je stof gebruiken met een patroontje, zorg er dan voor dat het patroontje recht ligt. Dus bijvoorbeeld boompjes, dat het stammetje naar beneden zit. Doordat we de stof net op elkaar hebben gevouwen, heb je het gehele patroon al geknipt. Laat de stof op elkaar liggen en speld deze kanten, dus van de boven tot dit hoekje. En bij die andere kant precies hetzelfde van boven tot dit hoekje. Deze gaan we naaien met een lichte zigzagsteek. Nu hebben we de bovenkant aan elkaar vastgemaakt. En vouwen we het patroon open. Zorg ervoor dat je deze onderste naden precies op elkaar legt en speelt ze dan vast. En speelt nu de rest ook op elkaar, dus we gaan eigenlijk van het kruis naar beneden. Nu ik alles heb gespeld, gaan we de binnenkant van de benen naaien. Ook dit doen we met een zigzagsteek of eventueel een stretchsteek, mocht je die hebben. Wanneer we klaar zijn met naaien, draai je het broekje binnenste buiten. Je kunt ervoor kiezen om de bovenkant af te werken door middel van naar binnen vouwen en hier doorheen een elastiekje. Ik vind het zelf mooier met een dikke band aan de bovenkant. Daarvoor is deze iets te lang, dus ik knip er ongeveer 4 centimeter van de bovenkant knip ik er vanaf. Om te kijken hoe breed de band wordt, meet ik het boekje op. Deze is 47,5 en van die 47,5 neem ik 80% om de boor te maken. Dus ik doe 47,5 keer 80%. Dan kom ik uit op 38 en daar doe ik 1 centimeter naadwaarde bij. Dus ik zorg ervoor dat mijn boord 39 bij 10 centimeter hoog is. Nadat ik het boord heb geknipt,
vouw ik hem dubbel en naai ik hem hier langs de korte kant. Omdat het boord een stuk kleiner is dan het broekje, bepaal ik altijd 4 gelijke delen. De eerste is hier bij de naad. Dan vouw ik hem dubbel en die precies tegenover de naad is ook een markeringspunt. Ik leg die 2 boven op elkaar. En dan aan de zijkant markeer ik ook. En bij het broekje doe ik precies hetzelfde. Dus ik leg precies de naden boven op elkaar. En dan die aan de zijkant markeer ik. Die ook. Kijk goed wat de achterkant is. De achterkant kun je goed zien als je openvouwt. En dan de stof eigenlijk waar zich al een bolletje vormt. Dus dat is bij deze, als ik hem openvouw. Je moet erin kijken om het te zien. Maar deze kant die blijft namelijk recht. En die andere die loopt in een kleine kromming. En door die kleine kromming weet ik dat dit de achterkant is. De boord die pak ik. En de naad van de boord, die zorg ik dat aan de achterkant komt. Ik vouw het overheen. Kijk, waar zit die? Hier. Die doe ik precies bij die naad. Omdat ik 4 gelijke delen heb gemaakt, is de boord straks ook evenredig verdeeld. En dat zorgt ervoor dat je aan het eind geen stukje stof overhoudt. Je trekt namelijk van speld naar speld. Deze ook. Hier leg ik de speldjes, dus eigenlijk de volgende markeringspunt. Die pak ik en ook bij de boord. Trek ik bij deze de speld eruit. Met deze zat hij hier. Zorg er wel voor dat de boord natuurlijk beide kanten gelijk zijn. En dan hier zet ik opnieuw de speld in. De volgende. Hier is bij de broek weer de volgende markeringspunt de naad. Bij deze de speld. Dus die leg ik gelijk. Die speld ik op elkaar. En de laatste. Zo. Kijk, zoals je kunt zien. Is het broekje dus wat breder of wat langer dan de boord. En ik trek eigenlijk van stuk naar stuk. Zo leg ik hem onder de naaimachine. Dus hier is de naaimachine en dan trek ik dit strak. En omdat je dat in 4 gelijke delen hebt verdeeld, hou je aan het eind nooit een stukje stof over. Mocht je dat wel doen, dan krijg je hele rare vouwen. Dus dan hou je een stukje over. Dan heb je in één keer zo'n hele rare vouw en een plooi in je broekje. Dat wil je natuurlijk niet. Nu gaan we naaien en ook bij het naaien begin ik eigenlijk aan de achterkant, dus bij de naad van het boord. Nu hebben we het boordje aan vastgemaakt en gaan we de voetjes doen. Ook bij deze kun je kiezen om hem gewoon om te vouwen en netjes af te zoomen, eventueel met een tweelingdraad. Maar ook hier zou ik graag een boordje willen aanzetten. Ik knip ongeveer 3 centimeter van de Ik knip er ongeveer 3 centimeter van af. En bij deze ga ik ook opmeten hoeveel boordstof ik nodig heb. Ik meet dus de onderkant meet ik op. Heb ik net al gedaan en deze komt op 19 centimeter uit. Daarvan neem ik 90%, dus van de bovenkant 80 en hier neem ik 90% van. En daar gaan we het boordje eraan zetten. Ik heb het boordje nu geknipt, dus 17 centimeter keer 10. Ik maak mijn boordjes altijd 10 centimeter lang. Mocht je dit anders willen, lange korte, dan kan dat natuurlijk ook. Hou er dan wel rekening mee met de hoeveelheid stof die je eraf knipt. Ik leg hem eronder. En voordat ik begin met naaien, doe ik eerst de naald naar beneden. Dan trek ik eigenlijk de boord. Die zorg dat hij precies in mijn... Het is een beetje lastig te filmen. Zo.
dat hij precies zo strak ligt. En eigenlijk hetzelfde wat we net deden bij het boordje, dat je dus van speld naar speld trekt, trek je deze in één keer strak. Dus dat het broekje al tegen de boord aan ligt. Ga ik hem eerst afhechten. Dit is het eindresultaat. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video van ipkids.nl. Heb je de video nog geen like gegeven? Doe dat dan zeker even. Vergeet ook niet te abonneren op ons YouTube kanaal, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste do-it-yourself video's en vlogs. Kijk ook zeker eens op www.ipkids.nl voor leuke blogs en handgemaakte babyproducten.